Goedemorgen bij het 37e Politiek Café. Speciaal woord van welkom aan de lachbare heer burgemeester met zijn gade. Ik heb haar gade geslagen. Als ik zou zeggen, hij heeft haar gade geslagen, dan is het weer anders. De wethouders die aanwezig zijn, hartelijk welkom. Peter van der Wiel. Present. Herman van Wanrooy. Present. Marushka Lestrade. Oh. Erik van den Broek. Nou, dan weten we in ieder geval wie we door de zij kunnen halen zonder dat ze daartegen protesteren terwijl we hier zijn. 37e Politiek Café met in de hoofdrol Maarten en Henk en de Agema van huis af bent. En we openen met een openingslied gezongen door Misha. Veel plezier allemaal. Je mag natuurlijk gewoon meezingen. We gaan het gewoon met z'n allen doen. Ja, met de achtergrondzangeres erbij. Ja, komt ie. 11. We hebben in de lijst 11. Al voor het 37e jaar. Ja, ze hebben al die jaren al heel lang plezier met elkaar. Al heel lang plezier met elkaar. In de lijst 11. Hé, luister nou eens in de jullie doet toch mee. Het Politiek Café, dat telde toch voor twee. We hebben weer een feestje, moet dat nou niet in de krant. We zijn hier tenslotte bij Rembrandt aanbeland. Dus hos en vriend en dan stond wel zoetjes in het rond. En drink toch nog een glaasje bier, maar maak het niet te bont. Al vraagt de burger op, deed jij een stukje met me mee. Tegen de Polonaise zeg ik, jij toch nooit niet nee. Kom op, spreek en dans maar mee. We hebben in de lijst 11, ja die had je mogen lucht in. Al voor het 37e jaar. Ja, we hebben al die jaren al heel lang plezier met elkaar. Al heel lang plezier met elkaar. In de lijst 11. Hey! En er mag meegeklapt worden, hè? Mag gewoon. Allee? Oké. Okay. We hebben in de lijst 11. Al voor het 37e jaar. Ja, we hebben die jaren al heel lang plezier met elkaar. Heel wat plezier met elkaar in de lijst 11. Daar wil jachten waar wij bouwen op de grond. In de schoonste kleuren bij Politiek Café het rond. En elk jaar dan zien we iedereentje weer terug. Op de Merkt in Brukelen of langs de Zwaanse brug. En laat ze dan hier binnen in het Politiek Café. En proost daar op het leven. Nee, dat is een dagen en we kijken niet te zwart. En kijk met deze liedje mee recht aan toe in de hart. Kom op. En nou gaan we met handen slaan doen, hè. Iedereen, koffie! Ja, we hebben al die jaren al heel lang.
zegt: goedemorgen in de. Nou begint het, hè? Nou denk je enthousiast mag wel, jongens, hè? Want als wij ja, stoppen, dan wil ik mee als je niet luistert en niet enthousiast reageert. Ja. Dan hebben wij met elkaar afgesproken. Ja. Nou ja. Hey jongens, we gaan beginnen. Ik. S'morgens, hè, als je wakker wordt en het politieke feest over de deur, dan ben je stiekem nerveus. Ja. Kunt u uw eigen even stellen? Ja, drie keer poepen. Hey, en dan word je wakker en dan valt u een tablet. Ja. En dan zat ik vanmorgen ergens op de Telegraaf-app. Hè. Het duurde al lekker, zeg maar. En wij denken dat ik lees. De eerste kant op. Buis binnen 24 uur naar Groningen. Stond er. Nou, dan schrik er wel. Ja. Dan schrik er wel. Dan denk ik, er liggen al buizen zat van Groningen hier. Dan denk ik, volgens mij willen ze die afbreken, maar een buis binnen 24 uur naar Groningen. Maar gelukkig, toen ik verder scholde, bleek het over FC Groningen te gaan. Ja. En nou weet ik, de buis niet kan voetballen. Hij heeft andere kwaliteiten. Ja. Hij kan heel goed dammen. Maar goed, gelukkig was dat opgelost, hè? Gaan we terug naar het begin? Ja, ja, ja. Oh, waren we al te ver? Ja, okay. Nee, want we moeten even een beginliedje moeten we nog even uitleggen. Oh ja, beginliedje. Ja, want normaal gesproken, Christian die zong ons vorig jaar binnen. En die staat daar nou als prins. Dus Misha, ik weet niet of ze voor jou ook een jas hebben in die markt. Maar... dus de sollicitatie is geplaatst. Hè? Nee, maar wij waren op liedjesvist. En toen hoorden wij dat liedje van Raadloos. En toen dachten wij, ja. Oh, kan. Zegt de liefde dieren hier, die kunnen mooi op ons podium komen zingen. Ik zeg, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, echt niet. Ik zeg, we hebben onwin in de partij. Ik zeg, dat gaat het niet worden. Hij zegt niet, maar. Ik zeg tegen Maarten, ik zeg let op, die kunnen nooit winnen. Nee. Ik zeg, wat ik nou doe, heb bij jou, hè, of bij Raadloos, ik zeg jongens, als jullie winnen, jullie hier komen, dan doe er eigenlijk een belofte die toch niet nagekomen wordt. En dat herkennen wij ook van de politiek. Ja, inderdaad. Maar we denken, winnen ze wel. Ja, ja. Ja, en ik denk omdat er geen slechter waren. En ik weet... Ik weet dat de jury wel eens meer fouten heeft gemaakt. Ja. Echt wel. Ja. Ja. We hebben ook een stukje serieus nu even. Ja. Ja, jongens, echt serieus. Maar we zijn er nou allemaal, hè. En, in blakende gezondheid, voor zover ik kan zien, na al die dagen carnaval al. Maar we hebben helaas twee vaste bezoekers van dit politieke vee, die zijn ons ontvallen. En daar wil ik even bij stilstaan. Ja. Want Jan van Beers is helaas overleden. Jan was van Uit en Vrienden. 37 jaar geleden alweer dat hij met Uit en Vrienden, zeg maar, dit politieke vee is gestart. En Jan heeft niet alleen veel gedaan voor Uit en Vrienden en de carnaval, maar Jan heeft heel veel betekend voor het dorp. Dus ik wou voor Jan ergens een applausje. Want ik weet zeker dat hij meekrijgt. En dan is er ook nog een hele trouwe politieke veebezoeker. Het zou zomaar al 37 jaar kunnen zijn dat hij er ook al komt. En dat is Willy van Zuilen. Dus daar wil ik ook ergens een applausje voor, jongens. Ja. Nou ja, daar gezegd en gezwegen, dan denk ik dat we Mars gaan beginnen. Ja, we gaan starten. Dus we horen als straks altijd riep van goedemorgen in de. Goedemorgen! En nou zijn we begonnen. Ja, en goedemorgen in de, hè, dat is genderneutraal. Man, man, man. Ja, ja. Kun je snapt toch ook wel, hè? Van, we kunnen niet meer aankomen met waggelaars en waggelerinnen, want dat gaat niet goed komen, want voordat je het weet, stort het weer in de pers en dan doen wij het ook weer niet goed. Nee, dus niet goed. Het plaatsje Woerden denkt er ook al over om de naam te veranderen. In de gat. Ja, we zullen ergens mee moeten beginnen. Nee, maar nou zijn Inden in relatie tot genderneutraal best wel goed gekozen. Bij Inden zie je behouden de kleuren misschien, geen uiterlijke kenmerken die direct duiden of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat vraagt om iets meer. Namelijk een grondig inwendig onderzoek. Door een deskundige. En pas als je bij Inde de cloaca ofwel het Indegat hebt gevonden. En die heel voorzichtig hebt geopend. Kun je voelen of het een mannetje of vrouwtje is.
ik hier zo rondkijk, dan heb ik bij sommige mensen ook zo eens mijn twijfels. En dan weet ik niet of dat daar ook een inwendig onderzoek nodig is, maar daar ga ik me eigenlijk niet aan wagen, want dan komen we weer in dat hekje MeToo-discussie terecht en daar wil ik gewoon niet in zitten. Daarom. Kortom, beste Inder, ja. Het is er allemaal niet gemakkelijk op geworden het afgelopen jaar. Je moet overal rekening mee houden. Reden te meer om vandaag eens lekker ongedwongen dit politieke feest te vieren en de verdere carnaval. En voor het 37 jaar. We hopen dat jullie heel erg genieten. Want wij stoppen er nou mee. Ja. En ik zou zeggen, neem nog een glas. Oh nee, we zijn nog, niet klaar. We zijn nog niet klaar. Nee, sorry. Meneer, we gaan nog eens ergens lekker verder. Ja. We gaan eens lekker verder. Dus genderneutraal, hè? Genderneutraal. In de lijst 11 gaat genderneutraal. Chef? Zullen we dan maar eens doen? Dan denk ik, ja, dan komt er daar ook niet van. Dus we gaan eens even kijken hoe dat zo'n gesprek tussen een opaatje en een kleinkind eventueel zou kunnen verlopen. Ik hoop niet dat het aanstoot gekend is dat ik zo ga zitten, maar goed zo ga zitten. Ja, het is wel lekker hoor. Ja, hè. Een leeftijd. Ik weet het wel, maar het is wel moeilijk uit te leggen, want je bent nog zo klein, joh. Als je later groot bent, dan moet je die vraag nogmaals een keer stellen. Nee, maar oma, klopt het dat? Wat, Henkie, wat klopt er? Dat politiek de wijze is waarom in de samenleving de belangen tegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen. Meestal op basis van onderhandelingen op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Hoe weet jij dat dan weer? Van een iPad? Ik heb een video. Oma, op een jongensstoel. Dan kun je een beetje intelligent doen en wordt oma misschien weer een beetje verliefd op je. En gaat je zo overal kussen? Dat vind je toch lekker, hè, oma? Oh, Henkie, jongen, er zijn mensen bij, dat kunnen niet maken, joh. Nee, opa. En hoe zit dat dan in de gast met die politiek, opa? Hebben ze daar ook wel politiek, hè, opa? Ja, tuurlijk hebben ze een inderdaad politiek. Ze hebben zelfs 10 partijen, kijk, daar staan ze. En elke 4 jaar kunnen alle inwoners van Boston mogen daar op van stemmen. Tenminste, als ze ouder als 18 zijn. Oké, opa, ik ben al 4, dan mag ik over 4 jaar stemmen toch, hè? Ja,
Nee, dan gaat het nog even mis. Je moet eerst nog eens even leren rekenen. Over 9 jaar wil ik hij stemmen. Maar oma, maakt het wat uit hoe oud je bent dan? Ik zou toch ook al kunnen stemmen, oma, toch? Ja, ik weet er toch al meer van dan jij, hè, oma? Ja, dan weet ik niet of dat zo simpel is. Ik weet niet eens wat er allemaal speelt in Boksel. Maar zolang dat de Boksels de politieke partijen erover denken. Oh nee? Weet jij dan niets over het kinderpark dan of het biomassaplein dan wel? Nee, opa! Nee? Jij denkt dat het kinderpark de nieuwe naam is voor de tuin bij het gemeentehuis, hè? Nou, Henkie, zie ik er zo dom uit? Ja! En dat het biomassaplein de markt is na de renovatie vol in te volgen, opa! Ja, zeg het! Dag. Ja, ik moet je helaas gelijk geven, Henkie. Ja, best wel eigenlijk. Nee, ik weet er echt niet alles van. Maar wel dat de gemeente een beetje geheimzinnig aan het doen is. Oh? Ja, ze vertellen niet alles eerlijk tegen de inwoners van Lennersheuvel. Het lijkt ook van de wiel naar de schalieaanval daar. Nu overrompelt Lennersheuvel met het biomassaplein. Ja! Ja, Lennersheuvel lijkt wel dat Gallische dorpje, hè? Ja. Welk Gallisch dorpje? Van Asterix is! Oh, je bedoelt Asterix? Ja, dat zeg ik! Asterix is! En dan is Jonkers Asterix is! En van de wiel in de rol van een hondje! Hondje? Ja, hondje, van de wiel is al die Idefix! Idefix? Idefix? Ja, dat zeg ik toch! En Lennis heeft van de wiel al Lennis niks! Ja, vriend, hè, opa, want weet je, de gemeente heeft zijn mond vol. Nou, dan moet je wel even opletten waar je gaat zeggen, Henkie, want de gemeente staat hier binnen, dus dat kun je wel eens vertellen. Opa, het is niet wat jij denkt, laat het nou eens uitpraten. Nee, ik wilde zeggen, de gemeente is toch zo van burgerparticipatie. Burgerparticipatie? Ja. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt. Weet je wel wat dat betekent, Henkie? Ja. Ja? Oh, dan heb ik zitten kleuren, heb ik de tekst doorgestreken. Ja. Burgerparticipatie, opa, gaat het nog om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Het nemen van initiatieven door burgers en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven. Is dat weer een Wikipedia? Nee, opa, dat weet toch iedereen, zeg! En jij mag wel stemmen, ik niet! Nou ja, Henkie, daar geparticipeerd, dat gaat inderdaad bij de ontwikkelingen in de Vos niet goed. Met de ondernemingsvereniging. Nee, opa, ik denk dat ik een haakneus heb. Een haakneus? Ja. Ja. Oh ja. 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 Dat is erfelijk. Hè? Oh nee, dat geparticipeerd in de ontwikkelingen in de Vos, dat gaat niet goed. Met de ondernemingsvereniging Spin. Nee, volgens mij hebben buis. En van de wiel, arachnofobie. Arachnofobie. Arachnofobie, wat? Arachnofobie. Jongen, weet angst voor spinnen. Angst voor spinnen? Oma, je weet echt wel weinig, zeg. Geen wonder dat oma je helemaal ondersneeuwt. Hey, wist jij dat buis laatst een bezoek had gehad van de commissaris van de koningin? Ja! Van een donk, die roemde buis over de voortrekkersrol van Indegang als het over participatie gaat. Ja! Hé, hey, en die van de donk, hè, die heeft ook een bezoek gevraagd naar Rembrandt, die hangcafé Rembrandt. Nee, Henkie, daar klopt geen zak van. Jawel! Kom je daar nou bij die wijsheid? Jawel, hij had een bezoek gebracht aan een ecotap. Ja, een ecotap, maar een ecotap, joh, dat is een bedrijf en dat zit ook in het industrieterrein. Nee! Hoezo zou Geert nou een ecotap hebben? Nee, joh, dat is niet eerlijk! Jij komt toch wel eens bij Rembrandt? Ja, en? Om pilsjes te drinken. Ook, en? Ja, nou, en dan zeg je toch altijd dat het naar zijn smaakt? Nee. Dat vind ik een beetje onzin, hoor. Nou, moet je eerlijk zijn. En dan zeg je dat die Geert jullie dwars van de biertop heeft aangesloten. Om te recyclen. Nou, dan doe ik dat en ik kom dat.
Nou, Henkje, waar moet dat toch heen, Jan? In die? Ja. Maar hij komt helemaal nergens. Hé, opa, die van Inderijs 11, die dacht toch dat die buis burgemeester van Schoteldom ging worden? Ja, ja, dat was ik. Dat was een heilig van overtuigd, hè. Maar ja, helaas, hij werd het niet. Hij zou weer... Sorry. Hij zou echt wel een hele goede kandidaat zijn toch, hè, opa? Hoezo dat dan? Nou, gewoon, nu hebben ze toch ook een tweede keus? Ja, dat is ook wel zo, ja. Wel kuts voor buis. Hé, dat nou eens op je voordeel. Maar nee, opa, die buis. Zeg jij toch ook altijd tegen opa? Ja, die buis is gewoon goed uit de klei. Hij is wel heel goed in het dichttimmeren van rugspannen en zo. Ja, opa! Als ja. De plantjes niet van Bloemenshop Dalken komen, ben je al gauw verdacht, hè? Zou onze centrummanager daar ook dat achtertje in de hemel? Henkje, we kunnen de centrummanager niet overal de schuld van geven, hè? Nee. Niet overal. Nee. Hij is al naar huis. Hij staat er nog. Hé, opa, die balans, hè? Dat is toch een politieke partij, hè, opa? Ja, ja, nou, van waar die vraag? Nou, gewoon, ik vind Balans een echte Noord-Koreaanse partij. Met partijleider Win Jong-Un. Zo, en die zou Balans Noord-Koreaans zijn? Nou, heel simpel, opa. Heel veel dreiging, maar er gebeurt niks. Elma, die jongens, hè, die zit ook bij de balans, hè, tegenwoordig, hè. Ja. Hij heeft al een bijnaam. Vanwege zijn nieuwe ideeën. Oké. Okay. Jonkers Fris. Jonkers Fris. Jonkers Fris. Hé, hey, opa, waarom ga jij stemmen? Maar ik heb het alweer niet al voorbereid, zeg. Waarom kun jij opstemmen bij de komende verkiezingen? Verkiezingen, jongen, verkiezingen. Maar dat zeg ik toch, opa? Ja, ik weet het nu niet. Ik ben eigenlijk wel voor een autotunnel bij de dubbel overweg. Maar ja, daar is al een besluit voor genomen, denk ik. Maar wat maakt het jou nou er allemaal uit, man? Dan kun je eens met auto rijden en fietsen, doe je nooit. Waarom moet je nou aan die kant van het porno zoeken dan? Ja, joh, wat denk je van de meelfriet van het tweespan? Vet! Tweespan, twee, ik heb maar één tweespan. En dat is Buis en die Bedwans, die matrassen koning. Matrassen koning? Ja, die plakker, Arjan Middenveen. Die is niet bij Buis weg te slaan. Arjan de plakker, opa. Ik weet niet of je dat wel allemaal kan zeggen, hoor, Henkie, maar even een switch van onderwerp. Oh. Wat denk je van dat flexwerken was er nou op het gemeentehuis? Dat is niet echt een succes, hè? Hoezo, opa dan? Ja, ik zie hier ook een foto van een broek met het nodige geweld naar een werkplek zoekt. Ja. Ja. Nou. Ja. Nou, oké. Okay. Ik denk dat hij nou ook op het stadhuis zit en sterk zat op dit moment. Ja. Hé, hey, opa. Ja. Weet jij waarom er zo'n sticker op de koffieautomaat in het gemeentehuis zit? Sticker? Nou, ja, ik heb het niet gezien. Welke bedoel je? Ja, waarop staat vrijdags na 12:30 geen melk meer gebruiken. Weet je dat, hè, opa? Nee, maar ja, nou je zegt. Ik denk dat er is om te voorkomen dat ze in het weekend thuis door blijven melken. Dit is zo'n best wel grappig, opa. Hé, opa, we het toch over politiek hebben. Jij kent Inderijs 11 nog wel, hè? Ja, jongens, zeker dat ik die ken. Leuke gasten, goede visie en... echt wel. Jammer dat hij niet meedoet aan de verkiezingen. Het is verkiezingen, jongen. Ja, dat zeg ik toch, opa. Nou, Inderijs 11 wilde dat dan. Oh. Ja, maar ze hebben het Rijksbrief ontvangen. Rijksbrief? Hoe is dat? Dat is erg, hè, opa? Van wie dan? Ja, ze waren anoniem. Dat is vaak met Rijksbrieven. De politie is een onderzoek gestart. Ze hebben DNA-materiaal gevonden op de brieven. DNA? Ja, DNA.
Is dat een afkorting voor Dankers, niemand anders? Omdat hij een feest heeft gekregen vorig jaar in het politiek café, opa, wat denk jij? Maar wat stond er in die brieven eigenlijk dan, hé opa? Nou ja, dat stond erin. Ze zeiden dat ze wisten waar ze woonden en waar hun kinderen naar school gingen en zo. En wie de familie is en dat is niet allemaal fris. Je familie van de kerk zelf? Nee, die zijn niet fris. Dat hebben ze wel goed gezien dan, hè opa. Nee, Henkje, daar haak ik toch niet om, joh. In de lijst 11, dat blijft gewoon in de lijst 11. Ja. In een keer per jaar, politieke café in de Rembrandt. Lekker onafhankelijk. In de lijst 11 weet je wel wat participatie is. Dus dan blijven ze ook lekker veel publiek trekken. Ja, dat is waar, hè, opa. Hebt u uiteindelijk ook eens een punt, hè? Nou ja. Hé, maar waar gaat u dan straks op stemmen dan? Ik? Ja. Weet ik niet. Ik weet niet of stemmen wel iets zal uitmaken. Oh, nee. Stemmen is net als een plastische neuscorrectie. Ja, hoezo dan een plastische neuscorrectie? Het blijft toch een gok! Ja, beste inderdus, het kan zomaar verlopen. Dat zo'n gesprek tussen een opa en een kleinkind dat er zo gaat. En ja, we weten het ook niet. Dus wat dat betreft, de wijsheid hebben wij wel. Maar ja, wij zijn onafhankelijk, dus die gaan we jullie niet vertellen. En daar hebben we vast en zeker wel iemand anders voor. Ja, dat denk ik ook, hè. Als er nou iemand een stemwijzer is, dan is het al Hoevenaars wel. Ja. Zijn jullie daar klaar voor, man? Hoewel u enorm aandacht voor de ongeëvenaarde... Ik moet even aan mijn stem vinden dan. Ongeëvenaarde Ad Hoevenaars. Fijn Waggelvolk! Eén ding vooraf. Er wordt mij wel eens verweten dat ik dingen vertel die niet waar gebeurd zijn. Dat kan zo zijn, maar daar staat tegenover dat ik ook dingen die wel waar gebeurd zijn, niet vertel. En dat doe ik vooral om bepaalde wethouders te ontzien. Ja, ik weet niet... Of u dit ook in de bus gekregen hebt vorige week. Ze waren als eerste. Nee, stickers helpen niet. Ze flikkeren het gewoon in de bus. Ik kan u... De tomatenpartij. En daar staan... Op de achterkant staan alle successen van de SP van de afgelopen 4 jaar. Het platje was bijna te klein. Ik kan u namens de SP mededelen dat u deze flyer weg mag gooien. Want komende week komt er een nieuwe. Want ze waren vergeten op het lijstje te zetten dat dankzij Erik van den Broek en de SP... we brons wonnen gisteren voor de Jong... Zilver voor Irene Wüst en goud voor Achterkaten, of hoe ze heten mag. Niemand kent. En daarna ook nog goud voor Sven Kramer. Allemaal dankzij... Dus gooit u deze flyer weg. Hij komt deze week, er komt er een nieuwe. Nou. De mannen van Politieke Veenvallei zelf zeiden het al... Wij zijn genderneutraal. En dat betekent niet dat alle mannen nou als vrouwen gaan ouwe hoeren. Dat merk ik een beetje. Het is juist de bedoeling dat vrouwen net als mannen stil zijn. Dan pas zijn wij echt genderneutraal. En Henk en ik hebben 16 jaar geleden... hebben wij in de Waggelrevue al gepleit voor meer vrouwen in de politiek. Henk, 16 jaar geleden. 2002. En inmiddels is het zover, fijn Waggelvolk, dat in de gemeenteraad we meer vrouwen dan mannen hebben. Yeah. Ja, daar hadden we niks van begrepen, van het genderneutraal als hiervoor klapt. Want het telt niet meer. Dat is nou jammer. Hebben ze 16 jaar moeite gedaan om de meerderheid te hebben. En dan spreken we af dat het verschil niet meer uitmaakt. Dat is net zoiets als wanneer ODC kampioen wordt en dan hebben ze ineens de promotieregeling afgeschaft.
Trouwens, de ODC-kampioen wordt zou nog kunnen, nou ze die Hoeram hebben ontslagen na een goed gesprek. Hoe weinig ODC'ers. Maar we hebben dus nu van de 23 raadsleden 11 mannen en 12 vrouwen. Dus eigenlijk wordt in de gat geregeerd door een raad van 11 en 12 dansmariekes. I want to be elected. Ik ga maar eens beginnen. Fijn waggelvolk, ik ga meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst. En dat is de lijst PIK. Dan zult u vragen, waar staat PIK voor? Nou, PIK staat voor promotie in de Gats carnaval. PIK maakt zich als het ware hard voor het in de Gats carnaval. Best waggelvolk, PIK houdt het in de Gats carnaval hoog. Ik wilde eerst mijn lijst nog pijl in de Gats carnaval omhoog noemen. Maar de naam PIK omhoog was te lang voor de kieslijst. Dus voor het eerst dat het te lang in je nadeel werkt. Het is dus PIK geworden. En PIK, fijn waggelvolk, is zacht op de inhoud en hard in de relatie. We hebben inmiddels ook een jongere afdeling van PIK. Promotie in de Gats carnaval voor iedereen. Dat is de lijst Pikkie. En omdat er al een lijst 11 is in Indegat, heeft PIK gekozen voor lijst 31st. Dan hebben we in ieder geval al 400 stemmen van de gemeenteambtenaren en PIK ik mooi één zetel in. Fijn waggelvolk, ik ben lijsttrekker en kandidaat wethouder. Hier staat dus een hele PIK. Bij het CDA is de lijsttrekker Helene van As niet ook de kandidaat wethouder. Want Vera Brouns zei in een vergadering, ik wil graag wethouder worden. Waarop zowel Helene van As als Kubra Atalay riepen, hashtag me too. Maar Helene moest het thuis nog overleggen en het ging dus niet door. Want onze vorige prins Peer de Tweede zou dan in Indegat verder door het leven moeten als de man van. En daar is zijn ego niet op ingesteld. Het is dus Vera Brouns geworden. Het CDA is trouwens altijd al van Brouns en Downs geweest. PIK is nog op zoek naar lijstduwers. Een kandidaat lijstduwer zou Marouska Lestrade zijn, maar als duwer moet je een sterke politicus hebben en dus valt Marouska af. En daar is ze zelf trouwens heel tevreden mee, daar is ze ook druk mee bezig met afvallen. Marouska wil een stadskunstenaar. Die kost 60.000 euro. En er is niet bekend wat deze vrouw moet gaan doen. De Bredaanse stadskunstenaar is inmiddels bereid gevonden om zijn functiebeschrijving te kopiëren voor Marouska. En dat kost 5500 euro. Als duur heb ik ook even gedacht aan Herman van Wanrooy, want die wil graag wethouder blijven. Die wil zijn klus afmaken. Nou, dan heeft hij nog wel 20 jaar te doen goed, denk ik. Dus die kan tot zijn 80ste wethouder zijn. En het maakt niet uit of hij dat voor Inbox doet of voor PIK. Want PIK en Inbox passen gewoon in elkaar. Ze vullen elkaar aan, laten we maar zeggen. Herman is van het parkeren, dat weet u, fijn waggelvolk. Hij maakt een parkeerplaats op dit moment achter het gemeentehuis. En daar zijn 5 plaatsen gereserveerd, luistert u goed, voor bestuurders. In Indegat. Nou, die plekken zullen altijd wel leeg blijven. Erik van den Broek is nog even de revue gepasseerd als kandidaat lijstduwer. Erik is zeer tevreden met zichzelf. Steeds als hij naar zijn vrouw kijkt, denkt hij, wat bof jij toch dat je met mij getrouwd bent. En elke dag zet Erik wel een selfie op Facebook. Een dag zonder selfie is een dag niet geleefd. En PIK is niet zo dol op selfies. PIK vindt dat een lullig gezicht.
Vooral als Erik van den Broek erop staat. Hij plaatst ook heel veel selfies van zijn regelmatige vakanties in de gordel van Smaragd. En we mogen blij zijn dat hij geen selfies publiceert over zijn bezigheden onder de gordel van Smaragd. En wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Het enige goede aan Erik is dat hij Ajax-supporter is. Want Ajax heeft veel met Sinterklaas gemeen. Ze spelen allebei in het rood-wit. Ze geven veel weg. Het merendeel van het personeel is zwart. En niemand gelooft nog in ze. Die Zwarte Pieten discussie uit Amsterdam, die vanuit Amsterdam gevoerd wordt, die heeft ons in de gat gelukkig nog niet bereikt. Laat Ajax eerst maar eens met roetveegspelers gaan voetballen, dan kunnen we het daarna over roetveegpieten gaan hebben. En die stapelen we dan bij de paters. Peter van de Wiel als lijstduwer, onze milieugoeroe, de Liemse Jan Juffermans. Ook thuis bewaakt hij het milieu. Vorige week stond zijn Marie-José in de badkamer met deodorant te spuiten. En toen zei Peter, schat, dat spul is niet goed voor het ozongat. Weet ik, zei ze, dat doe ik dadelijk wel met een washandje en zeep. Ja. Die Peter van de Wiel is zo met het milieu bezig dat als hij nu nog een dochter zou krijgen, is heel hypothetisch, maar als hij nu nog een dochter zou krijgen, dan zou hij haar Tesla noemen. Wie ook lijstduwer zou kunnen worden, nu hij niet meer in de VVD zit, is Ton Jonkers. Ton krijgt een beetje last van ouderdomskwaaltjes en hij ging naar de huisarts omdat hij tijdens de seks steeds gefluit hoort. En zijn huisarts zei, meneer Jonkers, aan dat gefluit zult u moeten wennen. U kunt op uw leeftijd geen applaus meer verwachten. Maar, fijn waggelvolk, ondanks dat gefluit kwam Ton tijdens de seks op het idee van een deeltijdtunnel. Waar je tijdens de seks allemaal al niet opkomt. Je kunt tijdens de seks blijkbaar last krijgen van een tunnelsyndroom. Nou is het niet zo gek dat hij tijdens de seks op dat idee kwam, want er is wetenschappelijk bewezen dat mannen tijdens de seks slimmer zijn dan normaal. En dat komt omdat ze dan zijn ingeplucht in de ik weet alles beter machine. Het wordt nog leuker als u zich dat genderneutraal voorstelt. Oh, ik moest een keer in die camera kijken. De mensen voor, ja. De arts constateerde dat Ton Jonkers zijn geestelijk evenwicht kwijt was. En hij zei, meneer Jonkers, u moet proberen in balans te komen. Ja, fijn waggelvolk, dat wordt leuk op de ledenvergadering van Balans. Ton Jonkers in discussie met Wimke van der Zanden. Nou hebben ze één ding gemeen, ze houden allebei van paarden. Wimke vertelde tussen de vergadering in tegen Ton dat hij een merrie heeft die zich moeilijk laat dekken. Als de hengst aanstalten maakt, dan stapt de merrie altijd opzij, zei Wimke. En toen vroeg Ton, heb je die merrie in Hedel gekocht?
Ja, zei Wiemke, hoe weet jij dat? Nou, zei Ton, mijn vrouw komt ook uit Hedel. Nee, fijn waggelvolk, ik ga het doen zonder lijstduur, dan trek ik er als lijsttrekker van Pik zelf maar wat harder aan. Waar staan wij voor? Als Pik het voor het zeggen zou hebben, zou ik mezelf aanstellen als nachtburgemeester. PvdA GroenLinks wil een nachtburgemeester in Boksel, want Herbse Boy is 's nachts namelijk niet in Inderwad, maar bij zijn Christel. Die woont in Herpt vanwege de leegstand. Dus 's nachts is Herpse Boy in Crystal's Palace. Voor de leegstand. Ja, de buisjes zijn al ver in de Kama Sutra. Het belangrijkste wapenfeit afgelopen jaar van Herbse Boy is dat hij de sabeldans dirigeerde tijdens Maestro. Christel zei nog tegen hem, waarom doe je daaraan mee? Je kunt beter vaker in Herbst zijn, daar kunnen we ook samen de sabeldans spelen. En een beetje stadskunstenaar, als hij er komt, zou daar een gedicht aan kunnen wijden. Dit is tevens een sollicitatie voor deze functie. En zo'n gedicht zou dan kunnen luiden, Herbse Boys heeft de maestro moedig gestreden, maar een sabel hoort niet in een dans, een sabel hoort in een schede. Maar, fijn waggelvolk, Herbse Boy woont dus eigenlijk niet in Indegat. En dat is niet zo best. Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft in Herpt goed de naard. Vorig jaar vertelde ik dat de zoons van Herpse Boy op Bossen les moesten, omdat de burgemeesters vacature was in Oeteldonk. Weet u nog, edelachtbare, welk woordje uw zoons toen geleerd hadden? Uwes. En wie is dat, edelachtbare? Uwes. Ja. Dan ben jij kut. Inmiddels hebben de zoons van Herbse Boy ook al Skeindels, Roys en Vechels moeten leren. Ook allemaal voor niks. Dus de oudste zoon zei, ik leer niks meer, want we blijven toch in Herpt wonen. Als Pik het voor het zeggen zou hebben in Indegat, dan zou het gemeentehuis weer gewoon de hele dag zonder afspraak open zijn. De ontvangsthal van de gemeente is vorig jaar veranderd, ik weet niet of u het gevolgd hebt, van een nummertjesbalie in een beleefruimte. Een soort Carpe Diem 2.0. Ik moest erheen voor het verlengen van mijn paspoort en in de beleefruimte van de gemeente vraagt de receptioniste, hebt u een afspraak? Ik kijk verbaasd rond en zie drie loketbeambten die met hun mobiel zitten te spelen. Ik leg dit pakje zakdoekjes op de balie en dan werd ze boos. Voor de mensen voor, hè? Ik weet niet welke camera ze voor hebben. Die. Oké. Hebt u een afspraak? De receptioniste zegt, toen ik zei nee, dan kunt u nu een afspraak maken. Schikt vanmiddag 14:55. Ik protesteer en ik zeg, maar mevrouw, ik ben hier toch bij meewerkend Bokstel. Ja, zegt ze, dat klopt, maar dat meewerken, dat is wat wij van onze burgers verwachten en niet andersom. Het is hier geen carpe diem, zei ze. Vanmiddag om
vijf over twee dan maar. Ik zeg ja, dat is goed. Dus ik stap 's middags weer de beleefruimte binnen. En ik meld me met het briefje dat ik die ochtend heb gekregen. En ik krijg van de receptioniste nu een ander briefje met een nummer. En ze vraagt me te wachten op mijn beurt. Is toch een soort carpe diem eigenlijk. Ik neem plaats. En het enige wat ik zie bewegen in die ruimte, drie loketten bemenst, twee mensen achter de receptie. Het enige wat ik zie bewegen is een aantal vliegen. Dus als ik aan de beurt ben, zeg ik tegen de loketbeambte, wat zitten hier veel vliegen? Ja, zegt ze, het zijn er 11, ik heb ze net geteld. En ze zijn lastig. Want, zei die beambte, Peter van As, de prins van vorig jaar, was pas hier. En die zei dat die 11 lastige vliegen hem deden denken aan de Raad van 11. Prins Peer is opgevolgd door prins Donald de Vijfde. Die was zo trots dat hij in de zomer al nieuwe schoenen kocht. Rooie. De verkoopster zei dat ze de eerste weken nog konden knellen, maar prins Donald zei dat geeft niks, want ik hoef ze toch pas op 11-11 aan. Prins Donald was wat zenuwachtig in zijn nieuwe rol en hij vroeg aan zijn voorganger, Peter van As, vroeg hij advies. Hij zei, prins Peer, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond? En toen schijnt prins Peer geantwoord te hebben, ik zou fatsoenlijke kopen. Uiteindelijk is mijn paspoort verlengd en ik heb nu een paspoort van 1,85 meter. Want dat had ik op het aanvraagformulier bij lengte ingevuld. Als Pik het voor het zeggen zou hebben in de gat, dan zou Liemt zelfstandig worden. Een Lexit. In november heeft Jan Juffermans in een lezing aangegeven dat Liemt door de klimaatverandering zelfvoorzienend zou kunnen zijn. In Liemt kan over enkele jaren, zo zei Jan Juffermans, graan en thee verbouwd worden. Die Jan Juffermans, die bemoeit zich tegenwoordig overal mee. Hij heeft ook uitgesproken dat hij tegen de sloop is van het postsorteercentrum om daar ruimte te maken voor de Aldi. En de gemeente heeft inmiddels ook die vergunning aan Aldi geweigerd, maar Aldi, dat zijn Duitsers. En die zien niet für ein Loch gevangen. Al die Duitsers, ja. Hey. Hij kan het ook, hè? Ja. Ja. Hij zou toch naar Oeteldonk gekund hebben. Ja. 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 Maar de Aldi had daar iets op verzonnen. Die begonnen in oktober al met de verkoop van vuurwerk. En dat verkochten ze aan een groep jongeren. En dan konden ze dat af gaan steken bij het monumentale pand aan de Eindhovenseweg. Maar de jongeren waren niet zo goed bekend, kozen het verkeerde pand. En nu wordt Joris gesloopt in plaats van het post. Ik begin ook een beetje dyslectisch te worden. Postsorteercentrum. Liemt. Die hebben het allemaal zo goed voor elkaar daar in Liemt. Ik zou de Heer op mijn knieën danken als die zelfvoorzienend en apart zouden worden. Het zou tijd worden. Fijn Waggelwolk, die Liemdenaren, die pikken al onze banen in. Elke ochtend staat er een file op de Keulsebaan. Vanaf Liemt naar onze banen op het industriegebied. Als er aanbiedingen zijn bij de Lidl, bij de Aldi, bij de Action, liggen ze in de rij vanuit Liemt om van die aanbiedingen te profiteren. En Liemt kost ons ook ontzettend veel geld. Wij investeren daar gigantisch veel in. 5 ton hebben ze nodig voor rolstoelvriendelijk Liemt. 3 ton om de sporthal te renoveren. En ook nog 15.000 euro voor een bibliotheek terwijl er maar 60 mensen zijn die kunnen lezen in Liemt. Hey. Als Pik het voor het zeggen zou, wist ik het wel, dan bouwden we een grote muur rond Liemt. Om mijn grote politieke voorbeeld te parafraseren,
I will build a great, great wall. And I'll have Liam to pay for that wall. Stempik. Stempik. Liam. Bent u wel eens bij de co-op geweest? De koop, zeggen ze in Liemt. Nou, ik wel. En ik weet nu hoe een statushouder zich voelt als hij bij Albert Heijn winkelt. Liemt. Ze hebben nu een ganzenbord in de kiosk. De uitdrukking is niet voor niks zo dom als een gans. En Peter van der Wiel zei trots... We hebben nu onze eigen Sixtijnse kapel. Na de opening van het ganzenbord kwamen er al snel klachten van Eindhoven Airport. Piloten die hadden last van vreemde objecten in de lucht. Dat komt omdat bij ganzenbord degene die het hoogste gooit mag beginnen. Liemt. Fijn waggelvolk, de hele wereld heeft internet, Facebook, Skype, Twitter, Instagram. In Liemt is het geboorteklokje weer in gebruik. Ik laat me horen wanneer er een kindje is geboren. Brabant Centrum schreef daarover, ik citeer letterlijk. De eerste gebruiker van het geboorteklokje, vader Piet, moest er hard aan trekken. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Liemt blef trekken is de kreet. Het overlijden van Joets Hefner, dat is de oprichter van Playboy, kwam in Liemt hard aan, want Hefner was namelijk de man die de Liemdenaren leerde om met één hand te lezen. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Althans, dan gaat het over die 60 die kunnen lezen. Ik sprak vorige week, nee, gisteren nog, gisterochtend, een Liemdenaar die niet kan lezen. Ik zeg, is dat niet erg dat je niet kunt lezen? Hij zegt, nee hoor, dat zal me mijn reet roesten. En dat noemen we een analfabeet. En als Liemt zelf voorzienend wordt, dan kan het Biomassaplein daar ook heen. En Peter Mannen mag dan mee vanuit Lennesheuvel. Want Lennesheuvel wordt met al die eco-Liemtse ideeën opgezadeld. Eerst het schaliegas en nu dat plein, dat Biomassaplein. Hoewel een mestvaalt naast de boerenleenbank nog niet zo onlogisch is. Ja, en het komt allemaal, zei wethouder van der Wiel, omdat de provincie het zo wil. Nou is het maar goed dat ze bij de provincie geabonneerd zijn op het Brabants Dagblad, want dan lezen ze welk standpunt ze hierover moeten hebben. Als er in Liemt iets moet gebeuren, ontdekken ze ineens een Dassenburcht en het wordt tijd dat de inwoners van Lennesheuvel een roedel vuursalamanders op Vorst 2 uitzetten. Maar als we Liemt afstoten, fijn waggelvolk, dan kunnen we het fietstunneltje bij Onrooi verplaatsen naar de dubbele overweg, want dat fietstunneltje hebben we dan niet meer nodig. Trouwens, als Pik het voor het zeggen zou hebben, zou er helemaal geen fietstunneltje komen. Nou is er door de PvdA een standpunt ingenomen over de Baroniestraat. Die willen van de Baroniestraat een 30 kilometer zone maken. Nou vind ik dat dat een beetje riekt naar zelfbelang, eigenbelang. Ik wil niet zeggen dat het stinkt, maar er zit wel een geurtje aan. En wat is het voor nodig, 30 kilometer zone in de Baroniestraat? Als je al niet stilstaat, kun je maximaal 20 rijden, want verder kom je niet. De gemeente is inmiddels, over die dubbele overweg en het tunneltje gesproken, is inmiddels wel begonnen met de aankoop van grond voor het tunneltje, want... Er moet natuurlijk een aanloop komen voor het tunneltje en dan moet mevrouw De Leijer een andere ingang krijgen. Nou zou ik me daar bij Roeland nog iets voor kunnen stellen. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen.
Maar de Leijer wil daar natuurlijk geld voor zien. En de reactie van mevrouw de Leijer op het eerste bod van de gemeente schijnt geweest te zijn: dikke lul, 3-4. Als Piek het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik als gemeente de Sacré-Cœur terugkopen en er de bibliotheek in huisvesten. Want de Waalrense eigenaar van de Heilig Hart, die wil er nu weer woningen in maken. Allerlei ideeën, nou komen er weer woningen in. Ik weet hoe hij op dat idee is gekomen. U hebt in de pers wel gelezen dat de koperen regenpijpen van de Heilig Hartkerk waren gestolen. En Melanie, de partner van de Waalrense eigenaar, ging nieuwe halen. Melanie komt de gamma binnen en zegt tegen de eerste, de beste verkoper: meneer, ik wil graag pijpen voor een dakgoot. Waarop de verkoper antwoordde: dat is jammer mevrouw, dat was de aanbieding van vorige week. Deze week is het neuken voor een keukenkastje. En toen wist het, we gaan er woningen in maken. En ons college heeft in dat idee ook weer alle vertrouwen, net als in de plannen rond de kleine aarde. Het enige positieve daar is dat er niets fout gaat, maar er gebeurt ook niets. Het lijkt de gemeente wel. De voedseltuin voor de voedselbank. Dat is het enige dat in de kleine aarde gerealiseerd is. En de voedselbank is er blij mee. En die zijn ook heel blij met hun nieuwe onderkomen in Molenweide. Ze hadden met dat nieuwe onderkomen in Molenweide nog één probleem, die voedselbank. Want er waren niet voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers. En wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Als Pik het voor het zeggen zou hebben, zou ik zelf de rol van centrummanager op me nemen. Want Barry Dankers, hoor of zie je niet meer. Er is het afgelopen jaar niets gebeurd op dat gebied. Geen ijsbaan. Beachbreak uit het centrum weg naar de voorbips. Steeds meer lege winkelpanden. De tuk-tuk die op zich laat wachten. De ZLM-tour gaat naar Os. We hadden een mislukte herfstfair. Nou kan hij aan die herfstfair niks doen, Barry, want hij was 2 dagen ziek geweest. En dat waren precies die 2 dagen die hij anders in de week werkt. En fietsenwinkel Pika Bikes ging failliet. Daar had ik Barry nog voor gewaarschuwd. Ik zeg: Barry, dat moet met al die fietsenwinkels hier in Indegat een keer spaak lopen. Het enige wat ik heb zien gebeuren in het centrum is dat er een nieuwe kapsalon is op de markt. Daar hebben we jarenlang naar uitgekeken. Een kapsalon! Maar volgens mij vormen al die kapsalons in Indegat een risico. Laten we zeggen een permanent risico. Die kapsalons is een soort watergolfbeweging. Nee, onze centrummanager schaamt zich nu een beetje en om niet herkend te worden zet hij tegenwoordig als hij buiten komt een donkere bril op. Niemand ziet Barry nog staan. Laat staan zitten. Barry ging naar de huisarts om erover te praten, dat iedereen hem zo negeert. En toen hij de spreekkamer van de huisarts binnenkwam, verzuchtte de huisarts: verdomd, nou waait die deur weer open. Ik kan nog één positief ding van Indegat noemen. Dat is dat er een fluisterboot komt. En die past heel mooi in het rijtje. Nou moet u goed opletten. Die past heel goed in het rijtje stiltecoupé buurtbus fluisterboot. De president snapt hem. Na al die jaren. Wat ook afgelopen jaar van de grond is gekomen is de renovatie van het stationsplein.
Herman van Wanrooy, die was daar verantwoordelijk voor en die zei dat het nu een groene oase is. Het enige groen dat ik er zie is het onkruid tussen de stenen. Maar toch is Herman bij uitzondering erg bescheiden, want als Van de Wiel de kiosk in Liemt de Sixtijnse kapel mag noemen, dan zou Herman het nieuwe stationsplein gerust een tropisch regenwoud mogen noemen. En dat zou dan mooi als schuilplaats kunnen dienen voor al die dino's die dankzij de centrummanager door de talrijke toeristen van de Groene Poort zo worden opgejaagd richting centrum. En plein 2 kan dan mooi bosrestaurant worden. En ik denk dat dan op de menukaart een dinopoot met satésaus zal komen. Ja, fijn waggelvolk, om de klant te plezieren halen de mannen van plein 2 alles uit de kast. Als Pik het voor het zeggen heeft, fijn waggelvolk, zal alles beter worden. U kunt als kiezer de koers verleggen door 21 maart op Pik te stemmen. Het huidige beleid van In de Gat moet op de schop. Het is bij dit college geen toeval dat beleid en debiel uit dezelfde letters bestaan. Als Pik het voor het zeggen krijgt, verandert dat. Maar dan zal vooral het Indegatse carnaval gepromoot worden. Pik zorgt wel voor hallen om wagens te bouwen. Pik zorgt voor 2 dagen vrij voor iedereen met carnaval. En bij het pasje voor de Milieustraat kun je kiezen, als Pik het voor het zeggen heeft, tussen knippen om vuil te storten of gratis carnavalsmunten. Daarom zeg ik, fijn waggelvolk, stem Pik. En als u dat allemaal doet, roept u volgend jaar allemaal in deze gelegenheid enthousiast, ad dank. En dan zeg ik, at your service, graag gedaan. Hey jongens, we gaan even zingen.